Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Zoals verwacht werd het mega steunplan door de Senaat goedgekeurd en er rest nu nog een formaliteit bij het huis van afgevaardigden. De beurzen reageerden aanvankelijk positief, maar sloten gemengd met de Nasdaq een fractie lager. S&P 500 procentje hoger en de Dow Jones kon 2,4% bijschrijven. Dankzij Boeing dat steeg maar liefst 28%. Bij de macrocijfers waren de orders voor duurzame goederen nog sterk, maar vielen de hypotheekaanvragen fors terug. Beleggers kijken vooral uit naar de banencijfers die vanmiddag uitkomen. Aziatische beurzen lieten dalingen zien, alleen Down Under wist de beurs ruim 2% hoger de dag af te sluiten. Grootste daler was de Nikkei met een verlies van 4,5% dankzij zwaarweger Fast Retailing. Dat leverde 13% in. Toeleveranciers van Apple lagen ook onder druk na berichten dat het bedrijf de introductie van nieuwe modellen met maanden wil gaan uitstellen. De futures in Amsterdam duiden op een bijna 3% lagere opening vanmorgen. Philips en Heineken hebben zich met spoed naar de kapitaalmarkt gewend en halen respectievelijk 1 en 1,4 miljard op. Ook Energie gaf een onderhandse lening uit ter waarde van 40 miljoen. Net als eerder Randstad gaat ook Arcades het dividend opschorten. Daarnaast wordt het aandeleninkoopprogramma stilgelegd. Vanmorgen laat bouwbedrijf Heijmans, detacheerde dpa en fietsenfabrikant Axel ook weten het dividendvoorstel in te trekken. BAM sluit in het Verenigd Koninkrijk per direct haar bouwplaatsen in verband met het coronavirus. En als gevolg daarvan moet ABN AMRO een netto verlies van 200 miljoen dollar slikken bij een klant van de Clearing Services in de VS. Die ging onderuit in de heftige turbulentie op de financiële markten. Op de agenda vandaag detailhandelsverkopen en rentebesluit, Bank of England. Economische groei, groothandelsvoorraden en steunaanvragen. Vooral die laatste, dus belangrijk, uit de VS. Bij de analisten Berenberg verlaagt koersdoel ING naar 7,5. handhaaft koopadvies zetten ABN AMRO lager naar 8,5 met een holdadvies. En Berenberg verlaagt Philips naar koersdoel 39 met een koopadvies. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.